De EHBO-vereniging Nootdorp is onmisbaar. Ze geven cursussen en zijn tijdens evenementen altijd aanwezig. Vincent Trenger geeft tekst en uitleg bij zijn belangrijke taak. De EHBO-vereniging Nootdorp is eind jaren 60 ontstaan. Een groep mensen hebben dat initiatief genomen om die vereniging op te richten. Omdat het belang van EHBO toch best groot is. Het is toch handig als je weet wat je moet doen als er iemand op straat neervalt. En nu bestaan we nog steeds en we hebben ruim 100 leden op dit moment. En we beginnen in februari met de nieuwe basiscursus en we zijn opnieuw op zoek naar nieuwe leden. Waar wordt de EHBO-vereniging Nootdorp bij ingezet? Bij verschillende evenementen. Denk aan Koningsdag, Sinterklaas, ook kickbox-evenementen, judo-toernooien. Overal zijn wij inzetbaar. En wat is nou het belang van een goede EHBO'er? Het belang van een goede EHBO'er is dat iemand weet hoe te handelen als er iets gebeurt, als er een incident is. Ik denk dat het in de natuur van de mens zit om te helpen. Je hebt de behoefte om iets te kunnen doen. Dus als er iemand neervalt ergens en je weet niet wat je moet doen, dan voel je je nogal hulpeloos en kun je er ook best wel last van hebben. Als je een EHBO-diploma hebt, weet je in ieder geval hoe te handelen. Welke stappen je moet ondernemen. En dat is van belang. En wat leren ze nou bij jullie cursussen? Dat is heel uitgebreid. Van een verbandje leggen tot een reanimatie. Alles over brandwonden, verschillende type wonden. Verschillende type incidenten. En ook in de praktijk leer je daarmee omgaan. We doen ook veel praktijkoefeningen. Het is niet alleen maar theorie wat je krijgt. Maar de instructeurs doen heel veel aan praktijkoefeningen. Wat ook een hele goede band creëert als vereniging, als leden van de vereniging onderling. Dus je werkt echt met elkaar samen. Heb jij zelf wel eens een heldhaftige daad verricht? Een heldhaftige daad? Nou, niet zozeer heldhaftig. Ik heb wel meegedraaid op evenementen, dus ik heb al verschillende dingen meegemaakt, maar iets extreems als reanimatie nog niet. Maar er zijn wel leden in de vereniging die dat wel meemaken. En er is dan ook wel begeleiding voor vanuit de vereniging. Dus als jij iets heel heftigs meemaakt als lid, dan hebben wij de mogelijkheden om jou daarbij te kunnen begeleiden. Want het is natuurlijk niet niks als je iemand die heel ernstig gewond is, te hulp schiet. Stel mensen kijken en ze willen graag deelnemen aan een van jullie cursussen. Hoe kan dat? Dan kunnen ze zich inschrijven via www.ehbo-nootdorp.nl. Daar vind je allerlei contactinformatie. Kun je je inschrijven om een cursus te gaan volgen. En dan ben je van harte welkom. Op woensdagavond geven we die cursussen. En dat is ontzettend gezellig. Het is niet alleen maar heel leerzaam, maar ook leuk.